Ik vond het een heel aangename partij, een boeiende partij ook. Tussen twee goede ploegen moet ik zeggen vandaag. Het is 0-0 gebleven, het zijn wel wat kansen geweest. Maar ik denk in de voorbereiding is dat heel interessant. Zeker omdat het ook een fijne match was en dat er niet geschopt is geweest. We hebben geen kwetsen, dat is ook belangrijk. En, een aantal hebben 90 minuten in de benen, een aantal 70 minuten. Dus we zitten goed op schema in de voorbereiding. Oh, gewoon over het feit dat we goed stonden en dat er een ploeg op veld stond die voor elkaar vocht. En dat we ook wat kansen gecreëerd hebben. Dat is belangrijk. Dat ook een aantal jongens bewezen hebben dat ze het waard zijn om naar cirkel te komen. Cabananga was heel aanwezig vandaag. En het is belovend voor de toekomst. Ik denk dat we moeilijk in de wedstrijd kwamen. De eerste 10 minuten was wat zoeken naar hun systeem. Maar ik denk dat we dan het goed opgepakt hebben. Misschien wel de beste kansen gecreëerd. Dus we mogen wel tevreden zijn van die oefenwedstrijd. Defensief stond het goed, vond ik. Natuurlijk moeten we nog wat automatisme kweken, maar heel weinig kansen weggegeven. Tegen toch een versterkte Kortrijk. Dus ik denk dat dat wel positief is.